Goedendag, ik ben Ludwig Vlierop van de vereniging Ouderwets Boeren in Bladel. We houden al voor de 35e keer een dorsdag. En we zijn een club met 55 leden. Enthousiaste mensen die allemaal liefhebberij hebben in de oldtimer landbouwspullen te verzamelen. En wij organiseren hier elk jaar een schitterende show met als thema dorsdag. Dorsdag is altijd van vroeger uit in januari was dat bij de boeren. Dat die bij elkaar gingen dorsen. Het graan wat in de schuren zat, wat dat ze van de zomer geoogst hadden. Ik krijg regelmatig de vraag, waarom doen jullie dat in januari, zo'n evenement? Bij deze is nog iets van tradities van vroeger, die we hier graag in ere willen houden. Wij laten dus ook van alles zien. Verschillende dorsmachines. Dit jaar van de oudste dorsmachine van rond 1900 tot aan de... voor onze begrippen een moderne zelfrijdende combine waar het graan mee geoogst wordt direct op het land. Wij staan hier voor de 30e keer met de dorskas. We komen uit Baal en Nassau. We hebben alle weer al gehad. Sneeuw, regen, wind. Wij zijn nu aan het dorsen wintertaren. En er komt heel veel graan uit. Maar het is volgens mij iets te vroeg gemaakt. Er zit veel klein graan bij. Hoe oud is die dorskas? Die is van 1955. Ja, die kan niet mooi ouder zijn. En de tractiepustheid die is ook van die jaren. Ja. En daar wordt pakken we nog met ijzerdraad gebonden. Eén links en de andere rechts. Jan van Zande, Spoordonk. Zijn een field marshal. Die zijn met een marshalhulp na de oorlog zijn die allemaal naar Nederland gekomen, die trekkers. Deze is van 1948. Dat is eigenlijk de Engelse Lance Bulldog, zou ik maar zeggen. Deze is eigenlijk het speciaal, die kunnen met patronen aanschieten. Je kunt ze ook aanzwengelen. Dan wordt er dus een plug uit de cilinderkop gedraaid. Daar gaat een startlont in. Dat is eigenlijk een hulp en dat doet hetzelfde als een gloeispiraal van de dieselmotor. Dan ga ik ze ronddraaien, zet ik nog vast. Draai hem even op de juiste stand. Het gloeilont blijft dus enkele minuten branden om het starten makkelijker te maken. Een zelfrijdende combine achter. Dat is een Lans uit 1952, 3-voets. Het is mee van de eerste getrokken combines eigenlijk. Die, het is net de vulloprijk van de zelfrijdende combine. En deze is speciaal eigenlijk dat er aan de achterkant zit meteen de pers aan. Dan wordt het strooi eigenlijk meteen tot pakjes geperst. Jij komt uit Lage Mieren, denk ik, hè? Ja, dat klopt, Jan. Ik ben Frans Vosters. Wat heb jij hier voor een leuk apparaatje gemaakt? Ja, dat is van een naaimachientje, hè. Dat is oorspronkelijk een naaimachine. En die onderdelen die je ziet, dat is ook overwegend van een naaimachine. Niet alles, maar toch een heleboel dingen wel. Deze, dat zullen we wel terugkennen. Dat zijn die stoftransporters onder de naald.
En die hendeltjes en deze hendel en dat voetje dat hier zit. De spoeltjes die heb ik verwerkt als koplampen. Ik heb die as die heb ik zelf moeten maken. En deze zijn dan weer stangen van een fiets. Vroeger hadden van die fietsen mee zo'n remstangen. Want dat kun je nooit in één keer goed doen. Dat moet je kunnen verstellen. En daar heb ik die remstangen voor gebruikt. En nou stuurt hij dus ook. En deze motor is van een motorzaag. De stoel hier. Er zat eerst hier aangeschroefd en dan kon ik het met de hand kon ik hem draaien. Ik kon hem eigenlijk zo draaien. Maar dat zat hier dan aan. Dan kwam dat tegen het wiel en dan draaide het. En de spatborden. Dat zijn weer de remtrommels van een kleur van een Fordbus. Daar wou iemand bij het oud ijzer gooien en toen dacht ik van nou, dat kan goed als de radius van mijn wieltje zijn. Dus dat heb ik zo gemaakt als een spatbord. Ook weer knopen als achterlichtjes. De naald zat hierin, maar die ben ik kwijt. Ik had ook naaimachientjes en die hadden zo'n dekseltje wat je moest smeren. Nou, daar heb ik een beetje midden deur gedaan, dat in verhouding is. En daar zit mijn gereedschap in. En mijn brood. Nou ja, wat moet ik er nog meer van vertellen? Ah, het is een leuk machientje gemaakt. Ik heb er langer over gedacht als gewerkt. Ja. Waarom komen wij hier? We hebben een paar jaar geleden ons eens gevraagd of wij iets hadden van TC, de uitlaatklep in Middelbeers. En we hebben wat bij elkaar verzonnen. En we zijn tot het idee gekomen dat wij, die jongens, de ene had wat hout liggen en die had een houtkleuver. En de andere had een zaagmachine. En het leek ons wel mooi om dat hier tentoon te stellen. En dat is bij deze eerste geval van aardig gelukt. Wat ga je doen? Dat is nou eens een camera, hè? Heb je veel verkocht? Grote kloten, niks. Niks verkocht? Niks. Bankroet. Is toch wel goed weer geweest? Ja, super goed weer. Super, super, super. Maar niks verkocht? Ja, een beetje zo. Ja, okay. Maar klein spul. Evenement houden we al voor het vijfde jaar op deze plek in het mooie stukje van Bladel-Zuid. We hopen dat dit in de toekomst ook nog gewaarborgd kan worden, omdat de gemeente hier allemaal plannen heeft om dit gebied aan gaan te passen voor recreatie. Hopelijk kunnen wij daar nog een mooi stukje voor invullen. Wij zijn natuurlijk ook altijd op zoek naar nieuwe spullen en deelnemers hier uit de regio. Om nog wat extra aanvulling te krijgen op deze show. Graag tot ziens op de volgende dorpsdagen. Hey, houdoe, tot volgend jaar!